Het werd een moeizame avond in de Lotterdom voor Mazijk, als Asselineck zonder zijn hoofdaanvaller Crawley's verbaasde. Hier Pieter Verhees voor Asselineck aan het kanon, 0-2 voor de bezoekers in de setstand. Ah, en daar staat, ik denk dat er bij ons een beetje meer vermoeidheid optreedt. Je ziet bij Mazijk, die kunnen heel de tijd wisselen. Bij ons is er altijd één basisploeg en heel weinig wisselmogelijkheden. De krappe kern van de Brabanders speelde dus in het voordeel van Mazijk. Sidi B met het punt. Mazijk roteerde vlot en bleef fris. Resultaat, de twee volgende sets waren voor Mazijk. Tiebreak, een beslissende vijfde set dus. En daarin was Mazijk met een schitterende Sidi B de sterkste. 15-12, 3-2 met andere woorden voor de thuisploeg. Als je erin slaagt om de onmogelijke situatie terug om te keren, geeft het wel een goed vooruitzicht voor de andere wedstrijden. Want dan weet je van het kan altijd. Dus ik denk dat we vandaag niet één stap, maar onderhalve stap maken richting de titel. Wint Mazijk woensdag bij Asselineck, dan is het kampioen. En bij verlies kan Mazijk volgend weekend de titel pakken in eigen huis.